In het kader van de Nationale Poëzieweek heeft Ellis van Atten de aftrap gegeven voor de Zaanse Poëzieparade. En fietst nu naar de volgende dichter. En dat is dit keer Vera Jongejan. Ik ben Vera Jongejan, beeldend kunstenaar. En ik vind het heel interessant om een uh, verbinding te maken met woorden en beelden. En ik heb dus nu toevallig. Net een linosnede gemaakt. Naast een gedicht wat ik heb uitgeprint. En dat zal ik voorlezen. En dit heeft eigenlijk te maken met het thema van uh, deze poëzieweek. Dat het thema is samen. En nou, ik lees het nu hierbij voor. Zand erover, dacht ze. En ze begon te strooien over het tapijt. Het parket, de tafel, de stoelen en in het bed. Daarna wachten ze op zijn aanspoelen op haar eiland. De straat opgaan langs de voorzaan, gevoel van vrijheid, hoe alles beweegt, de opwaaiende golfjes, schittering van licht kent het water emoties en het groen dat onbedwingbaar groeit gewoon doorgaat geen graspriet denkt na over de zin geen madelief is depressief